Ik ben 32, kom uit Ridderkerk. En ik windsurf al sinds mijn vijfde levensjaar. En tot op heden vind ik het nog steeds een machtig mooi spelletje. Zeker in het racecircuit. Het slalomen, het speedsurfen, het course racen. Ja, dat zijn wel de disciplines waarin ik mijn ei kwijt kan. Iedere titel heeft wel weer wat, weet je wel. Tijdens die races die je doet, er zitten altijd momenten en dingen en battles die je met andere jongens hebt. Dat is, ja, daarin weet je altijd wel jezelf te motiveren en het beste uit je taal. Maak je een foutje, dan word je gelijk op je plek teruggezet, weet je wel. Dus dan neemt iemand anders hem weer over. Dus je moet continu op je hoede zijn. Het is echt vanaf begin tot eind moet je gefocust zijn. En je kan niet eventjes in je neus gaan punniken. Ja, als je ziet, we hebben ook de techno-klasse en de RSX-klasse. En ik moet zeggen dat ik daar, er zit echt wel veel potentie en jeugd tussen. Dus, en die stromen dan vanzelf zeg maar door naar de andere disciplines, naar de RSX, de Olympische klasse of de slalomdiscipline of de formula-discipline. Dus die kunnen alle kanten nog uit. Zeeland levert gewoon heel veel wind, mooie condities, zout water, strand. Ja, voor Nederlandse begrippen gewoon hartstikke mooi daar. Ik zou zo nog maar 10 jaar mee kunnen gaan. Als je kijkt naar de jongens die bijvoorbeeld hier ook nog meedoen, die doen gewoon nog in de top mee, weet je wel. Dus het houdt je ook jong, denk ik.